Hallo iedereen, wij hopen dat het goed met u gaat. Maak het u gemakkelijk voor uw scherm. Robotstofzuigers winnen steeds meer terrein. Ze maken het gemakkelijker voor mensen met een hectische levensstijl. Daarom hebben wij de beste op de markt geselecteerd. Voordat wij u meer vertellen, nodigen wij u uit om u op ons kanaal te abonneren. U zult de nieuwste producten die online beschikbaar zijn kunnen zien. Zet de notificatiebel aan, zodat u niets mist. En als u meer wilt weten over de gepresenteerde producten, kunt u meer details vinden in de videobeschrijving. Laten we nu overgaan tot onze selectie van de 5 beste robotstofzuigers op Amazon. Laten we deze lijst beginnen met de Makita DRC-200Z. Hij is plat en meet 460x460x180 mm en weegt 7,8 kilo. De stofzuiger is turquoise van kleur. Bovenop ziet u het bedieningspaneel en verschillende knipperlichten. Als u het toestel omdraait, ziet u 2 grote ronde borstels en wieltjes. De batterij is gemaakt van lithium-ion met een spanning van 18 volt of 18 volt LXT. Met het bedieningspaneel kunt u de gewenste reiniging direct programmeren. U kunt kiezen tussen 2 navigatiemodi, namelijk de willekeurige modus of de rechte modus. Uw robot heeft sensoren die obstakels en zelfs trappen zullen herkennen. U kunt ook reflecterende strips plaatsen om te voorkomen dat de robot delen van het huis binnendringt. Dit apparaat biedt ook 2 stofzuigmethoden, het opzuigen van groot vuil of stof. Over rommel gesproken, de tank heeft een inhoud van 2,5 liter. U kunt het begin van uw stofzuigbeurt uitstellen tot een later tijdstip. Deze machine heeft 2 uur nodig om een oppervlakte van 300 vierkante meter schoon te maken. Laten we verder gaan met de Miele Scout RX2. Deze robotstofzuiger zal uw beste bondgenoot worden. Het zal u veel tijd besparen. Hij is zwart en rood van kleur en weegt 3,1 kilo. Het reinigt tapijten, vloerkleden en harde vloeren. Dankzij zijn ultraplatte ontwerp past hij in verschillende hoeken. Zijn lithiumbatterij heeft een capaciteit van 2 uur, wat overeenkomt met een oppervlakte van 150 vierkante meter. Deze robot heeft 4 reinigingsprogramma's. Deze omvatten automatisch, stil, beperkt toegankelijk en turbo-modus. De robot heeft 2 frontcamera's. Deze worden gebruikt om meubels en obstakels te detecteren. In totaal zijn er 10 sensoren in deze stofzuiger geïntegreerd. Ze worden gebruikt om niet alleen hindernissen, maar ook trappen te ontwijken. De zijborstels, de reinigingsrol en de motor werken samen om uw vloer grondig te reinigen. Hij kan tot 0,5 liter opzuigen. Laten we eens kijken naar de iRobot Roomba 960. De robot is 35x35x9,1 cm groot en weegt 3,9 kilo. Hij is grijs van kleur en is gemaakt van plastic. Deze stofzuiger zal u helpen bij uw huishoudelijke taken. Het zal uw vloer reinigen zoals u dat wenst. Om dit te doen hoeft u alleen maar de app op uw smartphone te installeren. Aangezien het een intelligente robot is, zal hij u de beste manier aanraden om uw vloer schoon te maken. Zoals de juiste reinigingstijden, allergieseizoenen enzovoort. Nog beter, hij is compatibel met Google Home en Alexa. Deze robot voor meerdere oppervlakken heeft 2 rubberen borstels en een krachtige stofzuiger. Het zal haren van huisdieren, stof en zelfs puin opzuigen. Hij zal het opbergen in zijn zak van 0,75 liter. Inderdaad, deze intelligente robot is wat u nodig hebt als het om schoonmaken gaat. Dankzij zijn kaartgeheugen zuigt hij uw vloeren in een rechte en schone lijn. Als het echter ontladen wordt, zal het apparaat na het opladen weer verder gaan waar het gebleven was. Over de batterij gesproken, die heeft een autonomie van 1 uur en een kwartier. U hebt dus ruim de tijd om het te programmeren en een van de video's op ons kanaal te bekijken. 3 keer per week bieden wij een onderwerp over nieuwe producten. Daarnaast vindt u ook unieke ontdekkingsthema's. Om zeker te zijn dat u niets mist, abonneert u zich op ons kanaal. Laten we overgaan tot het 4e product. De Kanga 1090 Connected zuigt, weegt, reinigt en dweilt. Hij meet 33x33x8 cm en weegt netto 4,5 kilo.
De batterij is gemaakt van lithium-ionen, wat hem 160 minuten autonomie geeft. Hij heeft 3 vermogensstanden: eco-stand, normale stand en turbo-stand. Deze stofzuiger past zich aan uw interieur en zal schokken, trappen of obstakels vermijden. Het zal haren van huisdieren, stof, maar ook alle allergenen opzuigen dankzij zijn HEPA-filter. Dankzij het Wash4U-systeem zal het water gelijkmatig verdeeld worden in de mopstand. Deze robot zal tot in elke hoek gaan. Hij verwijdert het diepste vuil met behulp van de 2 zijborstels en de gemotoriseerde borstel. In totaal biedt dit apparaat 5 reinigingsstanden. Er is dus de automatische modus, de randmodus, de kamermodus, de spiraalmodus en de terugkeer naar de basismodus. U kunt uw robot zelfs via uw smartphone besturen. Laten we nu overgaan tot datgene wat uw dagelijks leven totaal zal veranderen. De Droom D9 Mistral. Laten we eerst eens naar het ontwerp kijken. Hij is 35x35x10 cm en weegt 5,56 kilo. Hij is wit van kleur met luchtfilters aan de zijkant. Hij heeft een zuigkracht van 3000 pa. Hij kan al dit stof opslaan in een tank van 570 ml. Wat het waterreservoir betreft, dat heeft een inhoud van 270 ml. Deze robot heeft in totaal 6 reinigingsstanden. Of u nu uw hele huis wilt schoonmaken of alleen bepaalde gebieden, het is allemaal mogelijk. U kunt het apparaat ook programmeren om in dezelfde ruimte in 2 standen te reinigen. Deze robot kon dat 99,9% van de bacteriën elimineren. Om dat te doen programmeert u gewoon via de app die u op uw smartphone geïnstalleerd hebt. Deze robot is uitgerust met een slim algoritme. Met deze methode scant het de kamer waarin het zich bevindt om zijn route te plannen. Als u niet wilt dat het naar een bepaald gebied gaat, dan kan dat. Het enige wat u hoeft te doen is het vanuit uw app te programmeren. Deze krachtige stofzuiger heeft een batterijlevensduur van 150 minuten. Het heeft ook een antival- en antischoktechnologie. En het is met dit prachtig product dat wij aan het einde van onze rangschikking zijn gekomen. Denkt u dat robotstofzuigers werkelijk een revolutie in onze nieuwe manier van leven teweeg brengen? Vertel het ons in de comments. Als u onze rangschikking goed vond, aarzel dan niet om onze video een like te geven. U kunt zich ook abonneren op ons kanaal. Wij hopen u weer te zien bij onze volgende video van ATech.